Al lang bestaat het credo, ga maar promoveren, want daarmee krijg je je opleidingsplek. Nou, daar kunnen we van vinden wat we willen. Ik denk dat er ook andere mogelijkheden zijn. De reden dat ik gekozen heb voor het Medical Traineeship is omdat ik in het begin niet goed wist welke kant dat ik op wilde als ANIOS. En het Medical Traineeship heeft me daarbij geholpen om die keuze wel goed te kunnen maken. Als je je aanmeldt voor het Medical Traineeship, dan wordt er onder andere een online assessment gedaan. Daar wordt gekeken in je persoonlijkheid en wat voor kwaliteiten je hebt. En dan wordt er daarna in overleg bepaald wat voor plek erbij je zou kunnen passen. En ik heb dat wel eens heel prettig ervaren, omdat het er weer voor zorgt dat je eigenlijk de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. Ik denk dat het goed is voor een deel van de artsen om te luisteren naar de ontwikkeling die zij voor ogen hebben. Een brede ontwikkeling die bijvoorbeeld bestaat uit ondernemerschap of consultancy. En ik denk dat het juist die brede ontwikkeling is die jou als jonge dokter aantrekkelijk maakt voor de opleiding. Dokter worden is topsportbedrijven. Je wil het maximale uit jezelf halen. En zoals topsporters trainers nodig hebben, kunnen dokters ook wel begeleiding gebruiken. En het Medical Traineeship is die begeleiding.